Het project vernieuwing riolering Zwartenhoven-Brugstraat nadert zijn voltooiing. Medio januari werd er een aanvang gemaakt met de laatste fase van de werkzaamheden, die ook de rehabilitatie en herinrichting van de voornoemde weg behelzen. De laatste fase betreft het gedeelte tussen de Dr. Sophie Redmondstraat en de Prinsenstraat. Wij brengen u hiervan een update. Wij zijn nu beland in de fase dat we met de bovenbouw bezig zijn. Als u om u heen kijkt, ziet u dat we bezig zijn de contouren uit te zetten van de weg en het trottoir. We zijn ook al begonnen wat klinkers neer te leggen. Met zoveel woorden zeg ik dus dat we de onderbouw hebben afgerond. We hebben het riool, het nieuwe hoofdriool al geplaatst. We hebben de aansluitingen van de bedrijven en de erven ook al gepleegd via het lateraal riool op het hoofdriool. Inclusief de betonwerken. We zijn dus met de bovenbouw bezig, waarbij we dus klinkers leggen. We passen stoepen aan en in de volgende fase dan gaan we dus beginnen met de fundering van de weg zelf. Waarop wij nu staan is een gedeelte van de fundering, de uit granulaat is opgebouwd, dus base course. We gaan over een week tot twee starten om de verdere opbouw aan te pakken, waarbij we dus het profiel gaan aanbrengen. De verdichting gaan aanpakken en het ligt in de bedoeling om tegen eind maart, de laatste week van maart, de eerste laag asfalt over dit stukje aan te brengen. Dit is het laatste stukje van de Zwartenhovenbrugstraat. Waar we de binder vooralsnog gaan aanleggen. Er blijft nog een klein stuk over en dat is het kruispunt Dr. Sophie Redmondstraat. Dat wordt apart besproken omdat er vanuit de Dr. Sophie Redmondstraat zelfs nog rioleringswerkzaamheden daar moeten worden uitgevoerd. Maar voor de Zwartenhovenbrugstraat, als we de binder hier hebben aangelegd, dan zijn we zo'n beetje klaar met de totale binder van de sect de Zwartenhovenbrugstraat. Exclusief het kruispunt Redmondstraat. De volgende fase is dat we dan de laatste, de tweede laag asfalt gaan aanbrengen. En dat is ook al gepland. En we mikken erop om in de eerste week van april de tweede laag, dus de toplaag asfalt aan te brengen. Als we dat hebben gedaan, dan kunnen we overstappen vervolgens op het plaatsen van de verkeersborden die erbij horen. En het aanbrengen van de wegmarkeringen, thermoplastische beleiding. Het moment dat we min of meer de binder hier hebben aangelegd, is het geheel begaanbaar. Het zal wel zo zijn dat in de fase dat we bezig zijn met de tweede laag asfalt, de toplaag, dat het verkeer enigszins hinder zal ondervinden. Reden waarom? Omdat we voor de toplaag voorbereidingen moeten treffen in de zin dat we de inspectieputten, die horen bij het riool, dat we die op hoogte moeten stellen, die aansluit op de toplaaghoogte. En in die fase en tijdens de uitvoering van de toplaag zal het verkeer aangepast worden aan de omstandigheden. Vanuit deze plaats wil ik dan direct een beroep doen op de samenleving, dat ze op die momenten enigszins rekening houden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. De weg zal niet geheel worden afgesloten. Op bepaalde momenten, als we het geheel zullen moeten afsluiten, zullen we dat proberen te beperken tot weekenden, met name zondagen.